zeer verheugd dat we vandaag het plezierige nieuws kunnen bezegelen met de eervolle, en zo beschouwen wij het ook echt, de eervolle uitreiking van het koninklijk predicaat. Dus fijn dat ik hier mag zijn, leden van de directie, leden van de Raad van Commissarissen en aandeelhouders. Fijn om in uw midden te mogen zijn geworden. En als je hier dan ook komt aanrijden met dat prachtige koninklijke Brinkman vanaf 1885, ik denk dat er eigenlijk bij u, zoals ik u nu ook kijk, verzelf vanaf, nou, laten we zeggen, de jongste teller tot aan de wat oudere generatie, die ook nog jong is overigens. Dat het in ieder geval zo is dat je mag zeggen wat een prachtig bedrijf. Wat kan je daar ingetogen trots op zijn? Als we een lijstje van in ieder geval Westlandse bedrijven moeten noemen die het Westland sterk hebben gemaakt, maar die vooral ook u zelf sterk hebben gemaakt, dan hoort Brinkman daar gedurende die 1885, vanaf 1885 bij. Meer dan 125 jaar. En ja, en dan is in 1985 is dat koninklijke predicaat verleend. Dat gaat sowieso niet vanzelf. Toen niet. En u zei het al en u refereerde daar ook vandaag niet. Dan moet je toch wel iets bijzonders hebben. Het moment daarvan, en dat wil ik hier maar eens in uw midden, mag ik dat memoreren, dat het niet alleen gaat om de grootte van het bedrijf. Hoewel dat er wel toe doet. Het gaat ook niet om de vraagstukken die te maken met het aantal werknemers of de omzet. Hoewel dat voor u natuurlijk ongelooflijk belangrijk is. Dagelijks leven eigenlijk. Het gaat ook in dat verband eigenlijk om de vraagstukken die raken weliswaar aan uw core business. Want daarvoor doet u het. Maar tegelijkertijd elementen bevatten als dat de bedrijfsvoering onberispelijk moet zijn. Ik zag dat onze minister van Financiën vandaag trots was op zijn triple E. U mag allemaal, zoals u aan deze tafel zit, meer dan trots zijn op uw triple E. Want het is wel zo dat daar elementen in zitten die de onderneming en ook de bestuursleden en de commissarissen en de aandeelhouders te goede naam en faam bekend zijn. Dan moet je geen gekke dingen hebben gedaan. Dan moet je elkaar recht in de ogen durven kijken. En het predicaat is derhalve weer verleend aan de koninklijke Brinkman voor de duur van 25 jaar. Dat is het hoogste wat er te bereiken is. Meer is er in dit land niet. Maar desalniettemin mag u dat vandaag, in ieder geval, daar mag ik u mee feliciteren. Maar u mag het ook koesteren en u mag er ook ingetogen trots op zijn. Dat zijn we zeker. Het heeft haar majesteit, de koningin, behaagd u het predicaat opnieuw voor de duur van 25 jaar koninklijk te mogen voeren. Van harte gefeliciteerd en ik zou graag willen dat u hem ondertekent. Okay. Van harte gefeliciteerd. Hartelijk dank. Met opnieuw de koninklijk predicaat. Hartelijk dank. Ja, maar ja, slager moet een beetje zakken. Alweer. Kijk. Ja, die komt alleen maar op. Leven zo, maar we vieren alles, hè. Dus.